Hi, het is vandaag vrijdag 18 december en we gaan weer wat adventvakjes openen. Voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even mijn schoonouders feliciteren. Die zijn vandaag 45 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. En ik wil nog wat zeggen over het product dat we gisteren in de LF hadden. De Look Fantastic had in 17 december had hij dit mooie potje. En ik had zoiets van, wat is het? Een dagcreme? Een nachtcreme? Ik weet het niet, ik kan het niet zien. Ik heb van een aantal mensen te horen gekregen, het is een masker. Ik heb een linkje doorgestuurd gekregen, al bedankt. En die heb ik eens eventjes uitgeplozen en het is een masker voor de gemengde huid. Dus dan weten we waar die voor is. Wij gaan eerst naar de Spa Exclusive. Die heeft Marjelle vanochtend geopend. Die had een body butter erin. Dus dat zat in de Spa Exclusives. Wij gaan op zoek naar nummertje 18 in de Goodiebox. Oeh, dat is een hele grote, hè? Een heel groot doosje. Gaan we even kijken of we die daar kunnen krijgen. Yes. Nou, het gaat wel heen en weer. Er zit iets in. Wat zit erin? Aurelia. Hey, dat is leuk. Het is een nieuw merk. Dit merk hebben wij, althans ik. Ik ben sinds april van dit jaar lid. Ik heb dit merk nog niet eerder gezien in de Goodiebox. Het is een glow serum met jasmijn. En plumeria. Roosmarijn. Oh, er zit van alles zit erin. Een glow serum. Oh, het heeft ook nog een award gewonnen. Dat is leuk. Nou, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Lichtgewicht serum. Restores and balances the skin from within. Dus geeft het heelt, het repareert de huid en het geeft weer balans. Oké. Okay. Oh, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Revitaliserend. Glow serum. Dus het geeft de natuurlijke glow terug, denk ik, aan de huid. De balans. En revitaliserend. Ja, zelfvernieuwing, dat soort dingen. Is anti-aging. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Dat vind ik wel een ontzettend leuke verrassing. Een merk wat ik niet ken. Dat we nog niet... Laat het zo zeggen dat we nog niet eerder in de. Dat ik nog niet eerder in de Goodiebox heb gezien. Zo moet ik het zeggen. Look Fantastic. Vakje 18. Ja, vakje 18. Vakje 18. Hij zit erin. Hij zit erin. Gelukkig maar. Vakje 18. Oh, het is heel licht. Het is heel licht. Van Sleek. Een mooi tubetje van Sleek. Daar hebben we wel eens pallets van gehad. Nu hebben we een mattifying primer. Dus dat is een primer die moet het ook mattificeren. Zorgen dat het mat wordt en dus niet glanst. Een primer. Zegt hij ook dat hij... Dus een primer is om het... om de make-up beter te laten zitten. Komt na je dagcreme en voor je make-up. Primer. En dan gaan we bij de rituals kijken. Op zoek naar... Hier is vakje 18. Even kijken. Waar zit het? Deze. Oh, aan deze kant. Ja. Dat is een zwarte, hè? Oh, dat zijn de wipes waarschijnlijk. Ja, het zijn de. Ik zal het even laten zien. Het zijn de Rituals of Namaste Natural Skincare Purifying Cleansing Wipes. Dus dat zijn gezichtsreinigingsdoekjes. Nou, dat is altijd handig. Ik vind het altijd handig als je op vakantie gaat. En je moet bijvoorbeeld een keer overnachten of een weekendje weg of zo. Weet je wel, dat is handig meenemen. Nou,
Dat is dag 18. In de rituals zitten de cleansing wipes, schoonmaakdoekjes. In de spa exclusives zit de body butter. Dan hebben we een serum in de goodie box. Een serum dat ook anti-aging moet gaan werken. Daar ben ik heel, heel erg benieuwd naar. En in de Look Fantastic hebben we de primer. Dat was het voor 18 december. Morgen weer een dag. Ik ben benieuwd. Tot morgen.